Maar ja, oké, okay, waagstuk. Hij krijgt het antwoord, moet de vraag vinden. Maar hoe werkt het dan in zo'n computer? Wel, het is er. Vroeg opgestaan, meneer Van der Lotte. Zeg maar, zou dat eigenlijk... Even Boris Janssen is wel. Zeg maar, zou dat eigenlijk... Zou dat eigenlijk geen oplossing zijn voor de regering? Dat we gewoon een computer... Ja, dat is de volgende stap. En die zou vragen. Ja. Maar goed, Filip. We zijn hem kwijt. Oké. Okay. Het is fantastisch boeiend. Ja. Allee, doe voor. Ja. En is dat bij de laatste mop of is dat al drie moppen terug die nu aankomen? Dat weet ik zelfs niet meer. En dan bedenk dat hij niet eens tekst heeft. Ja. Kom, wil je vertellen, dus hoe denkt die computer? Wel, eerst en vooral moet die computer leren begrijpen. Sorry. Ja, niet met mij en ik, maar dat. Doe jij maar voor, hè. Kijk naar daar. Dus, ja. Eerst en vooral moet die computer leren begrijpen wat hem gevraagd wordt. Welke woorden komen daarin voor? Welke betekenis kan ik daarmee associëren? Waarover gaat het? En één keer hij dat weet, is de rest kinderspel. Ja. Dan laat hij daar een interne Google los op zijn databank. En binnen de kortste keren komt hij met een lijst van antwoorden voor de pen. Dat is goed, hè? Fantastisch. Als u dat nu voor heeft tijdens een college bijvoorbeeld. Maar dan zijn ze hier zo'n baas. Ik wil ook niks van. De interne Google. Om een keer komt er een externe Google voor mij. Fantastisch. Wie is uw tekst schrijven? Goed, daar zaten we. Een interne Google. Ja. En dan komt de computer terug met een lijst van antwoorden. Een lijst van antwoorden. Nu, wat belangrijker is... Waar gaat hij eens naartoe? Zijn interne databank. Ah ja.